Goedenavond en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Opinie. Inderdaad, het is maandagavond 8 uur, zoals u gewend van ons bent. Ik ben Ryan de Gama en ook weer vanavond heet ik u natuurlijk weer van harte welkom. Stichting Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en Beoefenaren van Aanverwante Beroepen, thans het Elsje Fink Sanigaar College, zoals wij dat kennen in de volksmond COFAP, werd opgericht op 1 september 1982. COFAP is een instelling voor het verpleegkundig beroepsonderwijs in Suriname, welke ernaar streeft haar studenten volledig toe te rusten om hun toekomstig beroep zo goed mogelijk inhoud te geven. Kijkers, vanavond zullen we een beetje praten over de opleidingen van COFAP. Onze gast voor vanavond is Romano Morsen. Hij is onderwijsmanager post, basis en hbo-opleidingen COFAP. Aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft Morsen de masterstudie in Education, Research en Sustainable Development succesvol afgerond. Op het Elsje Fink Sanitjaar College, bekend als COFAP, is hij begonnen als hoofdkwaliteitszorg. Als docent is hij verbonden aan LOBO, COFAP en het IOL. Thans is hij de onderwijsmanager op COFAP. Dames en heren, Romano Morsen. Heer Morsen, goedenavond. Goedenavond. Het is dus voor ons een eer dat u vanavond met ons hier komt zitten om een beetje te praten over de opleidingen van COFAP. In uw inleiding heb ik gezien dat u onderwijsmanager bent bij de COFAP. Onderwijsmanager voor mij en voor de mensen die thuis aan het kijken zijn, helpt u ons een beetje, meneer Morsen. Wat moet ik daaronder verstaan, onderwijsmanager? Wat doet u daar? Ja, de onderwijsmanager die is belast met de strategie, de onderwijsstrategie binnen de instelling, binnen de onderwijsinstelling. Als onderwijsmanager maak ik deel uit van het managementteam van COFAP. Ik stuur dus het hele onderwijsgebeuren aan, met name de postbasis en de hbo-opleidingen binnen COFAP. En dat doe ik samen met coördinatoren, met docenten en overig personeel. Dus in principe ben ik dagelijks met de strategie en het onderwijsbeleid van COFAP bezig. Oké. Ik weet dat vroeger COFAP opleidingen aanbood tot op middelbaar niveau, als ik het goed heb. Hè? Tot op middelbaar niveau was het vroeger. Ja. Hoe zit dat nu vandaag aan de dag? Welke opleidingen biedt COFAP nu aan belangstellingen? Prima. Als we kijken naar inderdaad de historie van COFAP, hadden we vroeger slechts de basisopleidingen. En als we praten over de basisopleidingen, bedoelen we daarmee de ziekenverzorgende opleiding en de mbo-verpleegkunde. Maar met de hele transitie die COFAP heeft doormaakt de afgelopen jaren, bieden we dus nu 3 niveaus van opleidingen aan. We hebben de basisopleidingen, welke is uitgebreid met de verpleegassistentenopleiding. Dus we bieden daaraan verpleegassistenten, de ziekenverzorging en de mbo-verpleegkunde. Het tweede niveau is het niveau van de postbasisopleidingen, dat zijn de specialistische opleidingen. En daar hebben we er zeker 11 stuks. We hebben de diabetesverpleegkunde, we hebben de dialyseverpleegkunde, de intensive care verpleegkunde, kinderverpleegkunde, praktijkbegeleiding, oncologieverpleegkunde, de HIV-AIDS-verpleegkunde, etc. En het derde niveau dat we aanbieden, dat zijn de bachelorprogramma's, de hbo-opleidingen. En daarvan hebben wij de hbo health management, de hbo-verpleegkunde en de hbo-leraarverpleegkunde. Dus dat zijn de 3 niveaus van opleidingen met allemaal daarbinnen hun eigen differentiaties. Ja. Oké. Okay. Als ik daar, jullie zijn gevestigd aan de Kernkampweg, toch? Kernkampweg. Aan de Vlustraat nummer 8, ja. Zo op de hoek van de Vlustraat en de Kernkampweg. Okay. Maar als officieel adres is de Vlustraat. Is de Vlustraat, ah, ja. Omdat als ik Kernkampweg rijd, dan ken ik hem vanuit de Kernkampweg. Ja. En het is altijd een heel prachtig onderhouden gebouw trouwens. En ook een heel groot gebouw met een aantal kamers.
Nou hoor ik van iemand dat de studenten ook daar kunnen inwonen, als ik het goed heb. Dus dat, ja, dat studenten daar kunnen inwonen. Maar dan vroeg ik mezelf af, is het een vereiste dat studenten moeten inwonen daar? Of mogen ze gewoon inwonen als ze dat willen? Klopt. Van oudsher, toen COFA bestond, we weten allemaal, de opvoeding van vroeger was veel strenger en veel strakker, et cetera. De studenten die zich inschreven, waren verplicht intern te wonen. We hebben bovenin, dat is op de vierde en de vijfde etage, de internaten. En ze waren dus verplicht intern te wonen. Maar waarom, als je kijkt, waarom waren ze verplicht? Dat is meer zodat vanuit ze zich beter kunnen focussen. Klopt. Nou, meer vanuit een opvoedings- en een vormingsaspect, waren de studenten, zeker de eerstejaarsstudenten, waren verplicht intern te wonen. Omdat er heel veel programma's gedraaid werden intern, die te maken hadden met opvoeding en de juiste zaken, waarden, normen, gedragsregels voor goed burgerschap, et cetera, et cetera. Maar als je kijkt naar de nieuwe maatschappij nu, dan kun je de veranderde maatschappij, dan kun je studenten niet meer verplichten om intern te wonen. We hebben nu studenten die een gezin hebben, studenten die van andere districten afreizen naar Paramaribo. Dus ook het studentenprofiel is helemaal veranderd. Dat in acht houdend hebben we dus gezegd, de studenten zijn niet verplicht intern te wonen. Maar als je van de verre districten komt of je hebt problemen met je thuissituatie, dan kun je wel altijd een kamer bij ons huren. Ja, ja. Dus het is wel nog steeds mogelijk. Het dus, is nog steeds mogelijk, maar niet meer verplicht dus niet eigenlijk. Verplicht, nee. Ja, ja. Oké. Okay. En je noemde daarnet een aantal opleidingen. Wat houden die opleidingen precies in, dus specifiek in detail? Help ons een beetje. Als we kijken naar de basisopleidingen, daar heb je er drie niveaus. Verpleegassistent, daarmee begin ik. De verpleegassistenten worden opgeleid om in principe basiszorg te bieden binnen vooral de bejaardentehuizen. En dan heeft het meer te maken met basiszorg, waarbij we praten over het kammen van de haar, tanden poetsen, voeding toedienen, baden van de patiënten en van de seniorenburgers. Maar ook ervoor zorgen dat de algemene dagelijkse activiteiten van de burgers, van de seniorenburgers, intact blijven. Dus ook samen met ze op stap gaan, in de tuin gaan, een bloemetje plukken, een plantje planten, et cetera, et cetera. Mm. Vervolgens heb je de ziekenverzorgende opleiding. Die bieden dus eigenlijk de basiszorg aan. Ook in de bejaardentehuizen, maar primair in de ziekenhuizen, de A-ziekenhuizen. Ja, ja. En vervolgens heb je de mbo-verpleegkunde. Dat zijn de normale verpleegkundigen zoals we die kennen. Die dus de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden verder uitgebreid zijn dan de ziekenverzorgende. Dus ja, zij zijn dus bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het toedienen van medicamenten. Die loopt ook samen met de arts bij de diagnose, et cetera, et cetera. Vervolgens hebben we de postbasisopleidingen. Dat zijn de mbo-verpleegkundigen, die dus reeds al verpleegkundigen zijn, die zich willen specialiseren in een van de vakgebieden van de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld, iemand die zwaar geïnteresseerd is in kankerpatiënten, schrijft zich in op de oncologieopleiding. Dat is een 18-maandse opleiding waarbij je alles leert met betrekking tot het ziektebeeld kanker, maar ook de behandeling, de nazorg, de diagnose, preventie, alles rond eigenlijk de oncologie. Hetzelfde geldt voor HIV-AIDS en dialyse. Daar gaan, dat zijn de verpleegkundigen die geïnteresseerd zijn in het behandelen van patiënten met nierproblemen bijvoorbeeld. Dus zo heeft elke opleiding zijn eigen basis en zijn eigen fundament. Ja, ja, ja. En als we kijken naar de HBO-opleidingen, de HBO-verpleegkunde, dat zijn de MBO-verpleegkundigen die zich verder gaan specialiseren op bachelorniveau. De lerarenopleiding, dat zijn de docenten die we opleiden, want wij leiden onze eigen docenten op. En dan heb je de health manager, de health management opleiding, die dus managers klaarstoomt op strategisch niveau, maar ook tactisch niveau in de ziekenhuizen, om dus leiding te geven in A-ziekenhuizen, maar ook andere instellingen die gerelateerd zijn aan de gezondheidszorg. Ja, ja, oké. Okay. Dat is een hele mond vol. Ja. Hele mond ja, vol. We zitten op eigenlijk bijna 20 opleidingen in, wow, in totaal. Geweldig hoor. Ik vertelde de mensen, de kijkers in mijn inleiding, dat de COFAP is opgericht in 1982. Dat klopt. Weet jij misschien hoe dat is opgericht en wat de behoefte was dat, dat zo'n instantie of zo'n instituut was ontstaan? Weet je dat misschien? Ja, dus de achtergrond die gaat heel erg diep, heel erg ver voor mijn geboorte zelf. Het werd tijd dat Suriname eigenlijk beschikte over een centrale opleiding die dus garant stond voor de kwaliteit van de dienstverlening in de ziekenhuizen.
En niets is, is zo mooi als jij eigenlijk binnen een land je eigen verpleegkundige kan opleiden, de eigen kwaliteit kan waarborgen en ook verder kan uitbreiden. Dus met die gedachtegang is COVAP opgezet. Dat is nu al 39 jaar, een simpel rekensommetje, 39 jaar bijna, is COVAP opgezet om dus de Surinaamse gezondheidszorg te voorzien van topverpleegkundigen. Ja. Ik haast me erbij te vermelden, we hebben studenten opgeleid natuurlijk op lokaal niveau, maar onze studenten doen het zo goed dat onze studenten nu ook zelf in het buitenland gaan werken. We hebben studenten die op Hoe gaan ze naar het buitenland? Op eigen verzoek of worden ze gevraagd? Ze worden gevraagd, maar er zijn ook een aantal die op eigen verzoek naar het buitenland gaan. We hebben studenten die in de regio werken, Curaçao, Sint Maarten, Aruba. Maar we hebben ook studenten die in Nederland werken in de gezondheidszorg. We hebben enkele die ook in de Verenigde Staten werken. Dus als we kijken naar de opleidingen die COVAP aanbiedt, zijn het niet alleen opleidingen die voldoen in de behoeften en de noodzaak van de Surinaamse gezondheidszorg, maar ik durf te zeggen dat wij verpleegkundigen afleveren op internationaal niveau. Geweldig, ja. Echt geweldig, geweldig. Welke vooropleiding is vereist om toegelaten te worden tot, eigenlijk tot een van deze opleidingen? Ja. Dus elke opleiding heeft zijn eigen instap-eis. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de verpleegassistentenopleiding, dan zou je eigenlijk moeten kijken naar de leerlingen die het LBO-niveau niet volledig hebben afgerond, van leerjaar 3 naar leerjaar 4 zijn gegaan. Zij kunnen dus op de verpleegassistentenopleiding ingeschreven worden. Ja. Heb jij de technische school afgerond bijvoorbeeld op LBO-A-niveau, dan doe jij de ziekenverzorgende opleiding. Zit je op de MULO-school, je hebt leerjaar 3 niet afgerond, leerjaar 4 niet afgerond, kan je ook inschrijven op de ziekenverzorgende opleiding. Kijk je naar de mbo-verpleegkunde, dan moet je wel een MULO-diploma hebben. Ga je naar een postbasisopleiding, dan ben je verplicht een mbo-v-diploma te hebben. Dus dan moet je de basisverpleegkundeopleiding afgerond hebben. En voor de hbo-opleidingen moet je minimaal een havo-diploma, een VWO-diploma of een ander MBO-diploma op zak hebben. Ja. Dus per opleiding verschillende instap-eisen. Ja, precies. Oké. Wanneer kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de opleiding? Is dat gewoon, lopen de opleidingen ook gewoon als een schooljaar? Of is dat gewoon een kalenderjaar? Hoe gaat dat eigenlijk? Dus bij ons is er een iets andere procedure. Ik start bij de aanmeldprocedure. In principe kunnen studenten zich 1x24 uur aanmelden voor een opleiding. Dat gebeurt op onze website www.kova.sr. Als je naar onze website gaat, klik je op het aanmeldformulier en je kunt je dus dan registreren voor een bepaalde opleiding. Als deze opleiding aangeboden wordt, worden de studenten opgeroepen, de documenten worden gecontroleerd. Bij bepaalde opleidingen hebben we ook selectiegesprekken. En er wordt dus dan een selectiegesprek gevoerd met de studenten om na te gaan als zij voldoen aan de eisen of niet. Ja. Dus in principe de aanmeldingen zijn 1x24 uur open. Als we kijken naar de jaarkalender, zoals het regulier onderwijs dat kent, hebben wij 2 instroommomenten. We starten in maart elk jaar en in oktober elk jaar met opleidingen. Dus in plaats dus in van alleen en in oktober. Okay. Klopt. Ja. Dus we starten oktober aanstaande met een x-aantal opleidingen. Ja, oké. Nee, mooi. En ik neem aan dat al deze opleidingen een duurzaam karakter. Je hebt het eigenlijk zo mooi al uitgelegd, maar om toch dat punt nog een keer te stressen. Al deze opleidingen moeten en hebben een duurzaam karakter. Wat moet ik me voorstellen met het duurzaam karakter dat die opleidingen hebben? Ja, inderdaad. De opleidingen van COVAP hebben een duurzaam karakter. Omdat de afgestudeerden van onze opleidingen in principe ervoor zorgen dat de gezondheidszorg in Suriname in stand gehouden wordt. Want we weten allemaal, we hebben verpleegkundigen, we hebben health managers, we hebben ziekenverzorgenden, je hebt bejaardenverzorgers, je hebt artsen, etcetera. Maar elke professional in die schakel is belangrijk om die patiënt gezond te houden. Of om die patiënt gezond te maken en vervolgens gezond naar huis te sturen. Als ik verder kijk naar de duurzaamheid van onze opleidingen, voordat we starten met de opleidingen zorgen we ervoor dat we altijd een hele goede analyse maken. We starten niet zomaar met de opleiding van hey, daar op het internet hebben we iets gezien, dus we gaan starten. Nee, er is een formele vastgelegde procedure welke we inzetten om te starten met de opleiding. We kijken bijvoorbeeld naar de Sustainable Development Goals. We kijken naar wat de VN vraagt, wat de WHO vraagt, wat de PAHO vraagt.
Als we alle internationale standaarden op een rijtje hebben gezet en we aangeven van hey, in Suriname bestaat die behoefte er wel, dan starten we met het ontwikkelen van het curriculum om vervolgens de opleidingen aan te bieden. Oké. Maar dan maakt u me nou nieuwsgierig. We hebben het de hele tijd over de studenten. Maar dan word ik nou een beetje nieuwsgierig, de docenten ja. die dus deze opleiding doseren. Mm-hmm. Van waar komen de docenten? Zijn ze van hier, worden ze? Dat is een hele mooie vraag. Als u onze website heeft gevolgd, dan merkt u dat we sinds 2016 ISO gecertificeerd zijn. We zijn aan het begin van dit jaar hebben onze hercertificering binnengehad. We zijn dus nu officieel ISO 9001-2015 gecertificeerd. En los daarvan, de hbo-opleidingen hebben bijvoorbeeld de NOVA-accreditatie. We werken met de NOVA-standaarden, waarvan de health management-opleiding NOVA geaccrediteerd is. Dat is in 2018. De basisopleidingen en de postbasisopleidingen zijn gestandaardiseerd met de CARICOM standards voor nursing education. Wat dus betekent dat wij voldoen aan nationale, regionale en internationale standaarden. Ja. Wat ons de verplichting oplegt dat als wij docenten werven, dat de docenten ook moeten voldoen aan het niveau. Nu het verhaal. Alle opleidingen van COFAP vallen onder supervisie van het ministerie van Volksgezondheid. Dus, zolang wij geen goedkeuring hebben... Volksgezondheid. Niet het ministerie van Onderwijs. Nee, wij vallen niet onder het ministerie van Onderwijs, dat maar onder Volksgezondheid. Dat is mooi om te weten. Dus zolang wij de goedkeuring van de inspectie verplegende en verzorgende beroepen niet hebben op ons curriculum, kunnen we niet starten met de opleiding. Nadat het curriculum is ontwikkeld, dan zorgen wij ervoor dat we kijken naar de kwalificatiestructuur van onze docenten. Per module weten wij precies aan welke eisen een bepaalde docent moet voldoen. En als ik het heb over de eisen van de docenten, heeft dat niet slechts te maken met de bevoegdheid, het diploma van de docent, maar ook de bekwaamheid. Bijvoorbeeld, je hebt een doctoraal diploma, maar als je 5 of 6 jaar niet meer gepraktiseerd hebt, dan word je niet in dienst genomen om te onderwijzen. Omdat wij ervan uitgaan, we zijn een beroepsgerichte opleiding. Yeah. De theoretische kant is belangrijk, zoals ook de praktische kant. Ja, ja. Dus we hebben een kwalificatiestructuur voor al onze docenten. De docenten gaan ook door een intakegesprek, een sollicitatiegesprek, etcetera. Het gros van onze docenten, en dat durf ik te zeggen, dat wij op 100% draaien op lokale docenten. Maar met de uitbreidingen, de nieuwe inzichten, etcetera, dan willen wij in de toekomst wel werken met buitenlandse docenten. Wat wij nu wel in het programma hebben qua... Om de lokale aan te sterken. Om de lokale aan te scherpen, maar ook om de studenten bekend te maken met hoe de gezondheidszorg in het buitenland werkt. Mm. Wat wij de afgelopen tijden wel hebben gedaan, is dat als er docenten en specialisten uit het buitenland naar Suriname komen, dat wij hun vragen om een gastcollege te draaien. Mm. Dus dan zijn zij geen officieel onderdeel of geen formeel onderdeel van het docentenkorps, maar ze zijn dan wel bereid soms tegen een kleine vergoeding of kosteloos een gastcollege te draaien. En dat valt wel een hele goede aarde bij onze lokale docenten en onze studenten. Oké, dus hebben we dan de studenten gehad, we hebben dan de docenten gehad. Heb je ons een beetje verteld over de docenten? Ben ik andere actoren vergeten? Zijn er ook nog andere actoren die dus een belangrijke rol spelen in het hele gebeuren van de opleiding? Ja. Zoals ik net heb aangegeven, alle opleidingen van COFAP zijn beroepsgerichte opleidingen. Wat dus betekent dat wij deze opleidingen niet kunnen draaien zonder de samenwerking met de praktijk. En met de praktijk bedoel ik de RGD, ik bedoel alle A-ziekenhuizen, de bejaardentehuizen, de medische zending, het psychiatrisch centrum, etcetera. Dus dat zijn wel de belangrijke actoren waarvan wij afhankelijk zijn om goed onderwijs aan te bieden. Maar los daarvan kijk ik bijvoorbeeld ook naar de inspectie verplegende en verzorgende beroepen, omdat zij garant staan voor de kwaliteit van het onderwijs dat in onze leslokalen plaatsvindt. Ja. Dus dat zijn los van de studenten en de docenten de belangrijke actoren waarmee wij in principe dagelijks samenwerken. Ja. Geweldig. Heel interessant hoor, echt heel interessant. Ik raak er zelf gemotiveerd van hoe je dat allemaal zo mooi uiteenzet voor ons hier in deze aflevering van Opinie. En ik neem het woordje motivatie in de mond, want ik vraag me af, komen we weer even terug op dat van de studenten natuurlijk. Ook al is alles zo goed in elkaar gezet, kan het toch nog zijn dat jouw studenten gedemotiveerd raken on whatever reason. Hebben jullie misschien ook een
ik weet het niet, een begeleidingsproces. Ja. Eventueel als je merkt van, oh jee, deze gaat vallen. Deze gaat wegvallen, zeg maar. Ja. Of deze zakt terug. You name it, anything. Heb je een soort van motivatie, begeleidingsproces? Ja. Ik stel maar de vraag gewoon. Het is een hele goede vraag. En kijk, in onderwijs, in de onderwijswereld, elke zichzelf respecterende onderwijsinstelling is verplicht de studiebegeleiding in place te hebben. Ja. Als ik kijk naar de studiebegeleiding van studenten binnen COFAP, dan begin ik bij in principe de introductieweken. Elke nieuwe opleiding, elk nieuw programma start met een introductieweek waarbij de studenten kennis maken met de organisatie, met de docenten, het programma, overig personeel, etc. En daarin koppelen we altijd al een motivatiesessie. En dat kan een motivator zijn van buiten, maar het kan ook een motivator zijn van binnen. Binnen COFAP zelf of een van onze oudejaarsstudenten die de nieuwe studenten moet inspreken. Dus daar beginnen we al. Ja. Kijk ik naar het duurzaam karakter van begeleiding binnen het onderwijsprogramma, zijn alle onderwijsprogramma's voorzien van het vak of de module studieloopbaanbegeleiding. In studieloopbaanbegeleiding of bij de module studieloopbaanbegeleiding wordt er een koppeling gemaakt tussen de theorie en de praktijk, maar de SLB-docent houdt zich ook bezig met het begeleiden van studenten als het gaat om sociale problemen, economische problemen, problemen met het zelfbeeld, etc. etc. Los daarvan heeft COFAP ook een studentendecaan. De SLB-docent staat nauw in contact met de studentendecaan. Als de SLB-docent bijvoorbeeld tijdens de SLB-uren niet uit een bepaald probleem komt met de student, stel de student heeft problemen met de thuissituatie of in de stageinstelling, etc., dan wordt deze doorverwezen naar de studentendecaan. De studentendecaan heeft op haar beurt een nationaal netwerk. Een nationaal netwerk welke bestaat uit andere decanen, maar die staat ook in contact met psychologen bijvoorbeeld en psychiaters, etc. etc. Dus qua studiebegeleiding zitten de studenten goed. Ik heb bijvoorbeeld gisteren een goed gesprek gehad met een van onze stageinstellingen, omdat is gebleken dat de motivatie bij een van de groepen een beetje is weggezakt door een x-aantal redenen. We hebben dus toen ter plekke gezegd van kijk, we gaan deze periode keurig afronden. Daarna sturen we ze met de vakantie, dat is in september. Ja, ja. En in de eerste week van oktober starten we met een motivatiesessie voor alle studenten. Ja. Dus ook de praktijk heeft toegestemd om zijn medewerking te verlenen. Ja. Dus eigenlijk uit al deze aspecten durf ik wel te zeggen dat de studiebegeleiding van onze studenten wel veilig gesteld is. Ja, ja. Ja. Geweldig, geweldig. En als jullie het al niet al goed genoeg doen, dan breiden jullie ook nog nu uit naar Nikeri, zie ik. Jullie COFAP is ook nu in Nikeri. Dus ook de mensen van Nikeri kregen de gelegenheid, of de mensen, geïnteresseerde, belangstellenden, kregen ook de gelegenheid om een opleiding te volgen daar. Klopt. In Nikeri. We zijn nu al een x-aantal jaar bezig in Nikeri. Houdt u me ten goede hoeveel jaar? Ik denk 8 jaar of 9 jaar. Zijn we gestart met de basisopleidingen in Nikeri, omdat wij ervan uitgingen dat je de lokale bevolking al daar, en met de lokale bevolking bedoel ik niet alleen de bevolking van Nikeri, maar we hebben ook studenten op Dependance Nikeri die afreizen vanuit Apura, van Washabo, uit Koroni, uit Wageningen. Dus die studenten hoeven de lange afstanden naar Paramaribo niet meer af te leggen. Dus inderdaad zijn we gestart met de basisopleidingen, een kleine 8 jaar terug ongeveer. En sinds vorig jaar hebben we uitgebreid met de postbasisopleidingen. We hebben nu 2 postbasisopleidingen. En natuurlijk als de behoefte er is, zijn we ook bereid om de HBO-opleidingen naar Nikeri te brengen. Geweldig. We hebben vorige maand de launch gehad van de bouw van onze nieuwe school. Nikeri kreeg dus binnenkort zijn eigen nieuwe school, eigen gebouw op eigen locatie. Eigen COFAP gebouw. Zijn we gevestigd op het terrein van het MMC, dat is het Mungera Medisch Centrum, het ziekenhuis in Nikeri. Ja. Maar we gaan dus nu ook onze eigen school bouwen. Dus de bouw die gaat binnenkort starten. Geweldig, geweldig. Ja. Echt geweldig. En ik neem aan dat de behoefte, ik denk dat als jullie in Nikeri zijn, no? U zei het daarnet al, dan smelten al de andere mensen in de omgeving van die andere districten ernaar. Dus in principe, ik wil bijna die vraag stellen, maar misschien is het dan onnodig, maar laat me dat toch stellen. Hebben jullie misschien een ander... hebben jullie misschien andere districten ook misschien in beeld? Of zeggen jullie van, nou, we zijn in die 2 grootste, Paramaribo en Nikeri. Dan moet het wel goed komen. Ja, maar bijvoorbeeld komen wij, dan kan naar Paramaribo komen, klopt, toch? Parakan naar Paramaribo komen. Klopt.
Dus. Ja, nee, u heeft een terechte vraag gesteld, omdat er vanuit de overige districten nu en dan ook vragen gesteld worden. Ja, zoals u weet hebben we een nieuw ziekenhuis op Albina, welke al een x-aantal maanden operationeel is. Dus ook vanuit de bevolking van de oostelijke kant, Marwijnen, Kommerwijnen, et cetera, is de vraag gesteld. Maar strategisch moet je besluiten nemen. Als er één ziekenhuis is op Albina, kun je geen school opzetten op Albina om de verpleegkundigen op te leiden. Want als dit ziekenhuis voorzien is van het x-aantal verpleegkundigen dat ze nodig hebben, wat doe ik met de school die is gebouwd? Dus ja. In het vooruitschiet ligt wel, we zijn nu ook met een projectplan bezig om e-learning aan te bieden, waarbij de programma's welke we nu fysiek face-to-face aanbieden, ook via het e-learning platform aangeboden gaat worden. Dus als het in Sipaliwini, als je inlogt, kun je hem gewoon volgen. Dus dat zijn allemaal de toekomstplannen. Ja. Wat ik ook vergat aan te geven ten aanzien van e-learning, we hebben en toekomstplannen. We hebben nu afspraken lopen met een buitenlandse universiteit om binnenkort te starten met een masterprogramma in nursing. En dat gaat dus ook een volledig online programma zijn. Ja. Mooi. U liep net een stukje vooruit, want ik wilde net vragen, zijn er nog andere toekomstplannen? Maar ik hoor hier dat er dus eigenlijk dat er een online campus komt, toch? Noemen ze het ongeveer. Klopt. Ja, toch? Dat je e-learning. Dus dat je gewoon thuis kan zijn, je logt in, je betaalt en dan kun je gewoon de lessen volgen, de opleidingen volgen. Helemaal online waar. Via het e-learning plan. Helemaal waar. Nice. Natuurlijk, nice. Omdat het beroepsgericht is, dan zullen de theoretische lessen dan, of kunnen de theoretische lessen online gevolgd worden. Maar het praktisch gedeelte zou je wel dan moet je wel naar de stageinstellingen. Ja, dus dat zal wel altijd op die manier plaatsvinden. Begrijpelijk. Praktijk kun je moeilijk via internet doen. Ja, helemaal. Nee, inderdaad. Goed. Wat zijn de fundamenten van jullie onderwijsprogramma's? Hè? Want je zei er zijn verschillende onderwijsprogramma's. Maar wat zijn de fundamenten van deze onderwijsprogramma's? Ja, oftewel curriculum, toch? Curriculum, met een mooi woord ja. zeggen ze toch? Okay. Ja, als we kijken naar de fundamenten van ons curriculum of de onderwijsprogramma's, dan begin ik bij de eerste stap. We starten geen opleiding omdat er ergens in de lucht iets gezegd of gekraaid wordt. Mm-hmm. We doen jaarlijks een behoeftepeiling binnen de gezondheidszorg. Alle ziekenhuizen, alle bejaardentehuizen, et cetera, et cetera. En op basis van de behoeften worden opleidingen ontwikkeld. Als de behoefte is aangegeven dat er een X-opleiding van belang is, dan wordt er als eerst online research gedaan. We kijken naar hoe het gaat in Nederland, in Amerika, eigenlijk de gerenommeerde hogescholen die dezelfde opleidingen aanbieden. Als we daaruit informatie hebben gehaald, dan gaan wij vervolgens naar het uitvoeren van de DACUM-analyse. De DACUM-analyse is niets anders dan, DACUM staat voor Develop a Curriculum. Dat is een internationaal programma of een internationale procedure, welke ingezet wordt om opleidingen te ontwikkelen. In de DACUM-analyse worden studenten betrokken, docenten worden betrokken, maar ook vooral praktijkmensen worden betrokken. Verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, maar ook artsen komen daar in beeld om ons te komen, vertellen wat er allemaal verwacht wordt van deze afgestudeerde verpleegkundigen. Mm-hmm. Wanneer de DACUM-analyse is ontwikkeld, dan worden de beroepsstandaarden ontwikkeld, het beroepsprofiel wordt ontwikkeld en op basis van het beroepsprofiel wordt er inhoud gegeven aan de lesprofiel. Programma's. Dus dat is eigenlijk in een nutshell de procedure om uiteindelijk een onderwijsprogramma op te zetten. Kijk ik naar de standaarden die we gebruiken, bij de hbo-opleiding werken we met de NOVA-standaarden, dat is nationaal erkend, de NOVA-standaarden. Bij de postbasis en de postbasis en de basisopleidingen werken we met de CARICOM-standards voor nursing education. En los daarvan heb je bijvoorbeeld ook de wet op hoger onderwijs welke we hanteren, maar ook een heleboel standaarden van de VN bijvoorbeeld. Dus er zijn een x-aantal nationale, regionale, internationale standaarden die gebruikt worden om het curriculum op te zetten. Ja. Nee, maar goed, dat is leuk om te horen. En goed om te horen natuurlijk, dat jullie dus eerst een aantal zaken voldoen. Ja. Waaronder, het heel belangrijke ding hoorde ik u zeggen, onderzoek naar behoefte, klopt. Dat die behoefte yes. er bestaat. Want anders leid je straks een aantal duizenden of honderden mensen op. En ze kunnen nergens terecht. En je ziet van, ze kunnen nergens terecht en ze hebben geen werk. Nee, mooi. Ja. Meneer Morsen, daar zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Opinie. Het was heel indrukwekkend hoor, Dani van. De hele manier hoe je dat ding zo uitzet. Het is altijd leuk om zo even een beetje te duiken in de instellingen of in de instituten.
Want je ziet dat gebouw, je hoort misschien een beetje van COFAP. Ooit een keertje in het nieuws, ja. Weer even hier of weer even daar, maar nooit echt zo in depth. En dat hebt u vandaag aan ons gegeven. Dat total package wat er daar gaande is in COFAP. Nou, echt indrukwekkend. Dank je wel. Nogmaals, nogmaals. Tot slot, ik weet niet als u misschien wat wil meegeven aan onze kijkers wat betreft de opleidingen van COFAP. Ja, absoluut. Wil ik van deze kant uit gebruik maken om onze aanstaande studenten, en dat is eigenlijk de hele Surinaamse bevolking, op te roepen om zich in te schrijven op een van de opleidingen van COFAP. Zoals ik net heb aangegeven, starten we elk jaar in maart en oktober met de opleidingen. Aanstaande oktober, dat is dan precies te zijn 7 oktober, starten we met een x-aantal postbasisopleidingen en de hbo-opleidingen. Dat zijn de NCD-verpleegkundeopleiding, de kinderverpleegkunde en de intensive care verpleegkunde en daarnaast de hbo health management en de hbo verpleegkunde. De inschrijvingen en de aanmeldingen zijn reeds opengegooid, dus ik vraag aan het publiek om onze website te volgen, de social media, Facebook, etc. te volgen en zich te registreren voor een van de opleidingen. De registratie kan tot uiterlijk 29 augustus. Daarna worden de studenten opgeroepen, of de potentiële studenten opgeroepen voor de selectiegesprekken, waarna we per 7 oktober dus vlekkeloos kunnen starten met de opleidingen. Ja, geweldig, geweldig. COFAP om te allemaal te zien, hè, wat er van een initiatief kan komen, waarbij dus er een initiatief werd genomen dat Suriname een opleidingscentrum moet hebben voor eigen verpleegkundigen. COFAP is opgericht, nogmaals, op 1 september 1982. Mocht u deze aflevering hebben gemist, of op de helft hebben gezien misschien, of van iemand hebben gehoord, dan kunt u rustig wachten op woensdag en vrijdag, dan herhalen we hem om 8 uur. En mocht u die twee ook hebben gemist, dan gaat u naar onze YouTube-channel Nationaal Informatie Instituut en dan zoekt u dan deze aflevering van de heer Morsen, waar hij dus een totale uiteenzetting geeft van wat er allemaal daar gebeurt binnen COFAP en wat de geweldige zaken zijn die ze dus daar zo ontplooien binnen COFAP. Blijft u naar kanaal 8.3 kijken. Als u echt op de hoogte wil blijven van wat er gebeurt in het land, dan weet u zeker dat u niks mist. Dan moet u gewoon naar kanaal 8.3 GovTV blijven kijken. Ik wens u verder een hele fijne kijkavond verder. Ik ben Ryan de Gama. Goedenavond. Okay.